Hoi, ik ben Janneke en dit is mijn stage bij IT Group. Vandaag nemen we de oudjaarsspecial op van Ik hou van Holland. Ik ben hier productiestagiair en er moet nog veel gebeuren. Dus knallen maar! ITV is een van de grootste tv-producenten van Nederland. Naast Ik hou van Holland maken wij onder andere ook Love Island, Het Perfecte Plaatje en Oh Wat een Jaar. En dat maakt deze stage nou zo divers dat je bij zulke verschillende programma's terecht kan komen. Op dit moment ben ik derdejaars hbo-student aan de Fontys in Tilburg. Ik kan me nog mijn eerste stagedag herinneren. Ik moest gelijk helpen hier in de studio bij Ik hou van Holland. En dan loop je voor het eerst het decor binnen dat je zo goed kent van tv. En dan denk je wel echt even van wow. Droom ik dit of is het echt? We gaan nu repeteren. We nemen de show nog één keer helemaal door en checken of alles klaar staat. Altijd wel een spannend moment. Kijk, dit is de oliebollenbom die gebruikt wordt tijdens het verjaardagsspel. En deze gaat dus zo ontploffen. Tijdens mijn stage help ik mijn productieleider Daisy om te zorgen dat alles tot in de punch gericht is op de opnamedagen. Dat kan van alles zijn, zoals feestdoetjes klaarzetten, begeleiden van het publiek, tot aan het maken van schema's. Janneke is echt een topper en het leuke is dat we veel van onze stagiairs later weer terugzien als collega's. Ik ben zelf ook als productiestagiair begonnen en zo'n stage kan echt de eerste stap zijn in je tv-carrière. Het publiek komt zo binnen, we gaan ze nu binnen laten. Ondanks dat de opnamedag hard werken is het echt magisch. De muziek gaat spelen, de BN'ers komen binnen. Papa. Dit is Wendy van Dijk. Hoi, hoi. En het publiek juist. En dan denk ik toch wel van, kijk, dat hebben we maar mooi met z'n allen geregeld. Het publiek zit, we zijn klaar voor de opname. Let's go! Droog en laat! Hallo, waar? Niet goed, af. En toen wonnen we! Nou, de opnames waren weer een feestje. Wil je nu ook zo'n leuke stage? Check dan even de website. En wie weet maak jij volgend jaar bij ITV de mooiste programma's. Was hem.